Dag dames en heren. Hartelijk welkom op deze tweede lezing over meneer Piketty. U heeft hem de laatste dagen wat kunnen vernemen in de pers. Er is een enorm veel publiciteit geweest. Televisie, afgelopen zondagochtend nog een fantastisch verhaal bij Human. Hè. In de NRC, in de Groene staan hij heeft erg veel aandacht gehad. En u heeft het gedurfd om, ondanks het heersende virus, dus het over gelijkheid te gaan hebben. Dat is toch een teken van een paradigmawisseling. Er is iets gaande. Na het communisme durven we het over gelijkheid te hebben. Hoe dan ook, dit is op het moment dus toch wel een hot item. Je ziet het ook in de politiek van alle dag, dat nu drie partijen iets doen met een zet rondom het grootkapitaal, zou ik maar zeggen. Ja, nou goed, we hebben een nieuw narratief nodig en Piketty is iemand die dat een beetje aanlevert. Daar gaan we het over hebben vanavond. Vorige keer hebben we het natuurlijk wel gehad over, 2 weken terug, over de eerste 1100 bladzijden van dit boek. En nu hoef ik het maar over 100 te hebben. En toch zal ik u een uurtje lastigvallen bij elkaar. Ik zal het volgende gaan doen. Ja, dit is een hele simpele sheet. Ik geef een samenvatting in grote trekken dan, in hele expressionistische streken, over de vorige lezing. En dan zal ik vanavond de 6 voorstellen van voorstellen van Piketty behandelen. Hij doet er wat meer met de 6 voornaamste, zou ik maar zeggen. En dan staat er slot, maar na de pauze kunnen we nog wat vragen en antwoorden. Dat hebben we vorige keer ook gedaan. En dan kunnen we het ook alvast een beetje hebben over het debat wat we hier in huis hebben over 14 dagen. Daar hebben we een paar hele goede sprekers en dan gaat de zaak in de brede worden bekeken. Anders dan een lezing, een echt debat. Nou, daar gaat hij dus. Die ongelijkheid, die is op deze, ik kreeg deze van een lid van de redactie toegestuurd, dat vond ik een hele goeie. Dit is wat er aan de hand is in het debat over ongelijkheid. We hebben het nauwelijks over vermogens, we hebben het wel over inkomensverschillen. En die vallen in Nederland wel mee, zegt mevrouw Barbara Baarsma, want de gelijkschakelingsmachine van de politiek is werkzaam. Ik kreeg overigens, dat was wel aardig, van een vriend van me, een stuk van de economische statistische berichten toegestuurd van Alman Metten, een voormalig lid van de Europese fractie van de Partij van de Arbeid. En die liet zien dat ook dat niet klopt, dat de inkomensongelijkheid ook groter is dan die officieel wordt weergegeven, omdat er bepaalde inkomenselementen niet in zitten, van met name vermogenswinst. En dat er ook rijke mensen zijn die mogen hun leningen als schuld in mindering brengen op hun inkomen. En zo is er 40% van de hoogste inkomens niet in de inkomensverdeling vertegenwoordigd. Nou, dat soort dingen. Dus die ongelijkheid is een vergeten dimensie. Dat is eigenlijk wat je ook leest in de rapporten van de WRR van een paar jaar terug. En die komt zo direct. Dat is een herhaling van de vorige keer, maar dat zal ik u vertellen. Het is zo dat verhaal van Piketty gaat over die vergeten dimensie van het vermogen, de vermogensongelijkheid. En de meeste economen, de mainstream economen in ons land, die hebben het vaak over evenwicht. Ik heb u vorige keer de Kuznets-curve laten zien. En eigenlijk komt het wel goed met de ongelijkheid. We moeten even door een periode heen van grote ongelijkheid en dan draait dat bij. Dat was een beetje de economische visie van de mainstream meeste economen zoals Kuznets. Maar de feiten zijn totaal anders. Nou goed, zeker na 1980, na het optreden van meneer Reagan. En dat gebeurde onder het motto van, ja, als je bedrijven nou maar lastenverlichting geeft, dan groeit de economie. Piketty heeft laten zien dat daar wel iets groeit, maar niet de economie, maar de ongelijkheid. Dat laat hij gewoon keihard zien met officiële gegevens. En ik heb vorige keer ook deze laten zien. Die staat helemaal niet in het boek van Piketty, maar dit is de parade van Penn. En ik laat hem weer zien, want ik ben er een beetje fan van meneer Penn. Dat was mijn economiedocent in de 60e jaren. En die zegt, je moet je voorstellen, studenten, ga zitten. De Nederlandse bevolking komt in een uur tijd voor jou langs.
En de mensen zijn net zo lang als hun vermogen. De eerste 40 minuten, de eerste half uur, zie je niemand. Want de mensen hebben een negatief vermogen of geen vermogen. De eerste half uur, echt niemand. Dan de volgende kwartiertje zijn er een soort van dwergen die wel wat groter worden. En zo'n beetje na drie kwartier zijn ze van jou en mijn lengte. En dan vervolgens, dan aan het eind van de parade, kom je mensen tegen die zijn 34 meter. Dit is een opname uit 2016. Hij verschijnt elk jaar bij het CBS. Je kan bij het CBS dit ding elk jaar zien. En als je de eerste gegevens van 2018 gaven aan dat de langste mensen alweer 3 meter langer waren geworden. Ik kan u geruststellen, de virusuitbraak van nu, die heeft wel gezorgd dat ze weer op deze lengte zijn ongeveer. Dat is een soort gelijkmaker misschien wel. Nou goed, we gaan het zien. In de historie, want dat is ook het aardige wat Piketty heel goed doet. Hij laat zien hoe het in de geschiedenis verlopen is. En met name weten we gewoon dat er een periode is van relatieve beperkte ongelijkheid. Van ongeveer de jaren 20 tot de jaren 80. Meneer Roosevelt heeft er een hele grote rol in gespeeld. En dat verhaal heb ik vorige keer gedaan. En daarbij speelt de laatste jaren, sinds de jaren 70, 80, een grote rol. Dat met name in de sociaal-democratische beweging daar een achterbanverschuiving heeft plaatsgevonden. De kinderen van de arbeiders, zoals ik, die kwamen daarin aan de bak. Dat leidde tot een soort elitisme in die beweging. De deur ging eigenlijk achter ze dicht. En dat heeft als reactie toch ook wel een stuk populisme ontwikkeld. Piketty noemt dat liever geen populisme, heb ik vorige keer ook uitgelegd, maar nativisme. Omdat het iets heeft te maken met grenzen en bodem. En dat is dus eigenlijk de dreiging van onze democratie, die we zien als mede als een gevolg van de hele grote ongelijkheden. Ik laat het hierbij voor wat betreft die eerste 1100 bladzijden. Ik ga nu naar de voorstellen van hem. We behandelen vanavond een stuk of 6. En de eerste zal gaan over educatie. Want dat vindt hij, ik ga het niet helemaal nu al uitleggen. Medebewind in bedrijven. Progressieve vermogensbelasting is een highlight. Dan kapitaaldotaties. En dan hoe je politiek moet financieren. Absoluut alleen maar publiek. En wat er in Europa met Europa zou moeten. Dat zijn wat, hij heeft het ook nog wel over minimum inkomen bijvoorbeeld. Minimum inkomen moet 60% van het gemiddelde inkomen zijn, vindt hij. Maar dat vind ik niet zulke vernieuwende denkbeelden. Dat is wel duidelijk. De bodem moet ook kloppen. Hè? Ga ik ook bij deze onderwerpen ook toch wat aandacht besteden, om het u moeilijker te maken, aan wat andere economen. Want naast Piketty zijn er nog echt andere economen die minstens zo goed bezig zijn. Hij weet alleen de aandacht erg op zich te vestigen. Een van die andere economen is Branko Milanovic. Die heeft dit boekje geschreven, is ook net uit. Dat is dan niet in het Frans, maar in het Engels. Dat leest wat makkelijker. En is bovendien ook strakker van taal. Als je dan Piketty hebt gelezen, dan ben je wel moe hoor. Want hij is zeer uitgebreid. Dat zijn die Fransen nou eenmaal. In het Engelstalige gaat het wat compacter. Maar dit is in feite een verhaal dat eigenlijk voor een groot deel aansluit op wat Piketty zegt. Deze meneer zegt, er zijn eigenlijk maar twee smaken in het er is maar één systeem overgebleven, het kapitalisme. En daarin heb je de liberale westerse vorm en de politieke kapitalisme. Dus beheerst door politieke partijen zoals de Chinese partij. Dat verhaal legt hij neer en dan zegt hij, daar vindt net zo goed, ook in de ene als in de andere vorm, een grote concentratie van kapitaal plaats aan de top. En daarin zie je in al die systemen van zowel het ene als het andere kapitalisme dat de sociale mobiliteit afneemt en dat de elite eigenlijk, de financiële elite, de economische elite, steeds meer gesloten raakt. Homogamie noemt hij dat, die er plaats heeft. Soort zoekt soort. Onder andere zegt hij, daar is hij heel kritisch in, op het punt van
de educatie. Met name door dure scholen, dure opleidingen, daarop zoekt soort de soort. Er wordt geïnvesteerd door de moderne elite, ook bij ons, op de nakomelingen. Dat zijn een soort project van ze. U heeft daarover kunnen lezen, bijvoorbeeld in de column van de NRC gisteren, dat ze Piketty op dit punt gelijk heeft. De NRC moet niks van die vermogensgrappen van hem hebben, maar vindt wel dat hij gelijk heeft op het punt van educatie. De NRC schreef in die column van de week: de rot zit in onze maatschappelijke ladder. Nou, als een NRC dat zegt, is er iets aan de hand. Hoe dan ook, ik zou nog meer over hem kunnen vertellen, maar dan wordt het te lang. Hij had wel een verdomd goed verhaal over hoe dat kapitalisme is doorgedrongen tot in onze vezels. Dus eigenlijk de enige taal die we spreken, de taal van geld en winst maken, die is wereldwijd wordt die verstaan. Maar die is zelfs in ons privéleven doorgedrongen. Als je vrije tijd over hebt, of als je ruimte in je huis over hebt, of als je ruimte in je auto kunt, dan kun je daar geld mee maken. Zo is het kapitalisme in ons private leven doorgedrongen. Via de deeleconomie. Nou goed, hij komt op dezelfde oplossingen als Piketty. Even kijken. Ja. Nou ja, dit was eigenlijk wat ik net zojuist heb gezegd. Niet zo handig dat ik het niet heb laten zien. Maar goed, hoe dan ook, deze twee andere economen, het zijn ook trouwens Franse economen die in Californië lesgeven, hoogleraar van een jaar of 30, jonge gozers, die hebben dit boek geschreven, The Triumph of Injustice. En dat is werkelijk, die fileren ook de ongelijkheid, zoals die aan het exploderen is geraakt naar vriend Reagan. En het heeft te maken met tarieven, maar ook met moraal, belastingmoraal. Zij zeggen bijvoorbeeld, belasting wordt in Amerika gezien als gelegaliseerde diefstal sinds de jaren 80. Maar op het federale belastingkantoor in Washington staat: taxes are what we pay for civilized societies. Dat is de spanning in Amerika nu op het moment. En ze beschrijven de tax avoiding industry. Er werken honderdduizenden mensen in de wereld, vooral bij de Big Four, KPMG, Deloitte enzovoort, om te zorgen dat mensen hun vermogen, hun inkomen ook weg kunnen houden van de belastingen. Het is in feite een oorlog van de multinationals tegen de staten. En de staten zijn bezig met een belastingrace to the bottom. Nou goed, ze hebben daar ook een actieplan voor. Ik ga weer verder met het hele verhaal. Want ik begin nu aan de voorstellen van Piketty. Deze komt straks nog even. Ik ben toch iets te snel. De educatiekloof, daar ga ik het eerst over hebben. Dat is nummer 1 van de 6. Ik vind het zelf opvallend dat de economen die ik lees het hebben over educatie. Dat ze dat voorop stellen als grondslag voor gelijkheid en ook voor groei. Economische groei. Maar je ziet wel dat in de praktijk, dat is ook wat Piketty beschrijft over bijvoorbeeld de Verenigde Staten, de middelen voor educatie en ook de toegang daartoe volstrekt ongelijk is verdeeld. Met name in het hoger onderwijs. Amerika lag voor in de jaren 50 na de oorlog met het democratiseren van het secundaire onderwijs, maar het tertiaire onderwijs is ongelooflijk, dus het hoger beroepsonderwijs en het universitair onderwijs in Amerika is ongelooflijk gelaagd. En 20% van de mensen met de lage inkomens studeert aan de universiteiten en 90% van de mensen met de hoge inkomens. Dat is, en dat gebeurt in Amerika, zeker op de private universiteiten, worden schenkingen gedaan. En als jij dan als rijk iemand een schenking doet, dan heet dat jouw kind een legacy student. Dus die brengt een gift met zich mee. Nou, die haalt zijn studie ook in de regel. Piketty zelf zit natuurlijk in Frankrijk en die zegt, ja, in Frankrijk is het niet wezenlijk anders. Daar heb je de grandes écoles, de grote, die selecteren op basis van concoursen. Dat mogen de gewone universiteiten mogen dat niet. Dat is een meritocratisch idee, daar kom ik straks op. Maar daar zie je ook dat in feite de kinderen van de rijkste 10% ontvangen van de onderwijsuitgaven van het land 3 keer zoveel als de onderste 50%.
Hij legt telkens, hij becijfert telkens hoe dat zit in lagen van de samenleving. Nou goed, Nederland, laten we nou eens naar Nederland kijken. Ik vind dat we ook een poging moeten doen om de denkbeelden van Piketty te bekijken. Hoe ligt dat dan hier? En ik was verrast. Ik las, deze jongen presenteert alleen Sander Schimmelpennink. Die presenteert op donderdagavond ook, het programma van Op 1, hè? En die heeft een boekje geschreven samen met een jongen van Van Swieten. Ik geloof dat hij een dominee is. Ja, dominee Van Swieten. En die twee jongens hebben het boekje Elite Gezocht geschreven. Ik was verrast. Want ik zal een paar dingen daarvan citeren. Wat die over het Nederlandse educatieve klimaat te melden hebben. De kansenongelijkheid, zeggen zij, groeit in ons onderwijs. De kloof tussen hoog en laag onderwijs, die groeit. En je krijgt daar ook het soort effect, promovendum, zou ik maar zeggen, promovendum. Alleen voor hoger opgeleiden. Dat is iets, ik heb trouwens een paar jaar terug hier zelf bij Bureau Discriminatie gezegd, ik wil wel een klacht indienen, want ik vind dat promovendum eigenlijk discrimineren. Nou ja, goed, ik heb wel een antwoord gekregen hoor, maar er werd gezegd, ja, in artikel 1 van de grondwet staat niet dat dit het is. Daar staat alleen ras. Maar je ziet dus dat in opleiding en in dit soort zaken wordt er gewoon onderscheiden en gediscrimineerd. Een stelling van deze twee jongens in hun boekje, en ik raad het je echt aan te lezen. Je bent verrast dat het uit deze kelen kwam, die geluiden. Niet het eigen talent, maar de diploma's van de ouders voorspellen iemands toekomst. Iemands succes. En er is in Nederland in dat opzicht heel veel aan de hand. Er was laatst een advies nog van de Raad voor het Onderwijsbeleid of een club die daarin adviseert. Die zei, ja, in Nederland wordt daar veel te vroeg geselecteerd. We zijn extreem vroeg in de selectie. De schooladviezen die worden vaak door mensen, door ouders aangevochten als het MAVO is. En moet dan dat soort dingen gebeuren. Dan gaat men zelfs voor tot aan de rechter aan toe. En het schaduwonderwijs bloeit. Het schaduwonderwijs. Louise Elvers heeft daar het nodige over gepubliceerd. En zij niet alleen, ook de onderwijsinspectie schrijft daar ook over. Dat is dus die rot die in onze sociale ladder zit. Daar wordt in het schaduwonderwijs is het bijleswezen, het Luzakwezen enzovoorts. Daar gaan honderden miljoenen in om op het moment. En het is niet zo dat daar de armste mensen van gebruik maken. Nogmaals, we hebben ook een heel vroeg selecterend systeem. En dat leidt dan tot gescheiden circuits en banen. Je hebt de VMBO en de MAVO. En we hebben nog steeds natuurlijk aparte scholen, ook voor gymnasium. Zij noemt de hele kwestie van schooladviezen een oneerlijk speelveld. En dat vindt ook de onderwijsinspectie. Daar moeten ze iets aan doen. Ik zou willen aanbevelen om in Haarlem het ook eens daarover te gaan hebben. Ik las laatst een stukje in het Haarlems Dagblad van meneer Heinemeijer, nieuwe directeur of rector van het Mendel College. En dat is een brede school, een van de weinigen, die ook MAVO bij zich. En dat vindt hij principieel belangrijk. Die man moet je hier eens heen halen en daar moet het over hebben, over dit soort zaken. We moeten het hebben over de privé-ouderbijdrage in het onderwijs. Hoe zit dat? We moeten het hebben over het schaduwonderwijs, ook in Haarlem. Hoe zit het met de groei van internationale scholen en hoe gekleurd zijn die eigenlijk wel? Dit soort vragen zou ik in dit debat zijn om heel graag eens een keer onder de loep genomen willen hebben. Als achtergrond van deze hele problematiek, van die educatiekloof, speelt eigenlijk het begrip meritocratie. En dat is het woord zegt het al. Er zit merit. Als je gelijke kansen hebt, dan is het aan jou om je talent te ontwikkelen. En alleen jij bent degene die daar mee aan het werk moet. En dat, als je maar je best doet, succes komt dan op je af. Dat hele meritocratische denkbeeld zorgt ervoor dat als je geen succes hebt, dat je dan, nou ja, toch wel in een heel lastige positie zit. Dat is gekomen, dat begrip meritocratie. In 1958 schreef een socioloog, meneer Jung, een boek, The Rise of Meritocracy.
En die wees er dan op dat in de meritocratie je winnaars en verliezers hebt. En het is eigenlijk een soort satire, want het boekje eindigt in 2030, dus over 10 jaar. Hij is al lang dood trouwens, die jong. Maar het is een satire die een soort 1984, maar dan op onderwijsgebied is. En, of op maatschappelijk gebied. Hij zegt nou, de onderlaag van de maatschappij, daarin groeit de wrok van de miskenning. Alsof hij de gele hesjes al voor zich zag in 1958. Goed, in ieder geval, Piketty heeft een paar voorstellen om iets aan die onderwijskloof te doen. Ik ga het nu noemen. Hij zegt, je moet op zijn minst weten hoe de middelen worden verdeeld over de verschillende sociale lagen. Ik heb gekeken in de gegevens van onze CBS, maar die vind je niet. Je moet dus per leerling weten hoeveel overheidsgeld wordt besteed aan leerlingen. Uit de onderste groepen en uit de middenste en uit de hoogste groepen. Dat moet je analyseren. En dan vindt hij ook dat de toegang tot het onderwijs transparant moet zijn. Dat is in Nederland niet zo'n probleem, maar in Amerika dus wel en in andere landen ook wel. En hij vindt, dat is ook al een idee van hem, het is ook niet nieuw hoor, maar hij vindt dat eigenlijk iedereen bij geboorte een budget mee moet krijgen van bijvoorbeeld 1,5 ton. Mag die besteden aan onderwijs. Als je dus op je 16e of 18e gaat werken, hou je nog een bedrag over dat je kunt gebruiken als je later. Dus dat idee van een persoonlijk onderwijsbudget, dat is wat Piketty op tafel legt. Heel eerlijk gezegd vind ik het wat mager, als je zijn suggesties. Als je de educatiekloof zo gewichtig vindt, ja, dan vind ik, dan moet je eigenlijk verder gaan. Milanovic doet dat wel. Dus dat, die andere econoom die ik noem, die doet dat wel. En die zegt, die is heel scherp op die elite van promovendum, zou ik maar zeggen. Die zegt, in het algemeen moeten in onze landen de onderwijsbudgetten fors omhoog. En met name in het publieke onderwijs, omdat de gebrekkige financiering van publieke onderwijs zorgt voor de sluipwegen via de private routes. Zoals daar is een university college in de koepel. Hè? Hoe je daarvoor kon zijn als sociaaldemocraat is mij een raadsel. Maar goed, dat even voor wat betreft de onderwijskloof. De tweede suggestie, ik ben ver voor de troepen uit. De tweede suggestie die hij op tafel legt is medebewind in bedrijven. Ik ga toch even kijken hoe het zit. Ja, dat is wel goed. Nou ja, ik kom straks nog wel. Ik ben altijd een beetje vreemd, het filmtheater erbij. Medebewind in bedrijven. In het Frans noemt het nog co-gestion. En je hebt ook Engelse vormen. En je hebt ook employee shareholdership. Dus dat werknemers aandelen verdienen of krijgen of hebben. In Duitsland is dat systeem het meest ver ontwikkeld geweest. In het Rijnlandse model. Daar is meneer Adenauer in 1951 mee begonnen. Gevolgd door meneer Schmid in 1976. En die bepaalde bij wet dat een bedrijf groter dan 2000 man, vrouw, daar moest 50% van de zetels in de raad van de commissarissen naar de werknemers, naar de vakbonden. Dat functioneert nog steeds in Duitsland. Maar er zit wel een addertje onder het gras, want de 50% aandeelhouders die ook in de raad van de commissarissen zit, heeft het alleen recht om de raad van bestuur te benoemen, de CEO. Maar goed, het was wel een ontwikkeling die uniek is in de wereld, althans. In Engeland lag er vlak voordat Thatcher aantrad een voorstel van Labour om dat ook in te voeren. En toen trad zij aan en is dat niet doorgegaan. En ook in Scandinavië is het ook met 30% en dat soort. Maar hij vindt dus de participatie van werknemers in de bedrijfspolitiek van het grootste belang. En hij zegt eigenlijk, dus een volgende suggestie van hem, die draad moet weer worden opgepakt die in Duitsland een beetje nu is blijven liggen. Het leuke van Piketty is ook dat hij allerlei historische vergelijkingen altijd geeft. Want hij laat gewoon zien dat tot 1900 ongeveer in de Anglo-Saxische landen, het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten, dat daar een plafond zat aan het stemrecht voor aandeelhouders. Dus als je groot aandeelhouder was, dan had je toch maar 10% van de stemmen.
En dat is eigenlijk pas veranderd toen ook het kiesrecht veranderde in one man, one vote. Toen werd in de onderneming ook one share, one vote. Maar als je er heel veel hebt, heb je iets meer te zeggen natuurlijk. Dus dat is historisch heel vreemd gelopen met die zeggenschap in bedrijven. En ook in de praktijk zie je dat het wel eens anders ligt. Bij mediabedrijven bijvoorbeeld, daar zijn de rechten van de eigenaar vaak beperkt. Omdat daar accepteert men niet dat een eigenaar op de inhoud zoveel invloed zou hebben van de media. Dus dat is ook een voorbeeld. Het kan anders. Hij noemt ook coöperaties als mogelijk. En daar sloeg het volgende plaatje op. Coöperaties. Nou, die kennen we. En dit is een voorbeeld. Er zijn studies die aangeven, ik vind de beste studie over ongelijkheid, vorig jaar ook even verteld, is die van Wilkinson en Pickett, twee epidemiologen, die hebben laten zien hoe in verschillende landen, over de hele wereld, dat is al een studie van 10 jaar geleden hoor, hoe grote inkomensverschillen leiden tot grote maatschappelijke problemen. Of je nou een arm land hebt of een rijk land. De verschillen zijn bepalend voor het vertrouwen, voor de geestelijke gezondheidszorg, voor de levensverwachting die in Amerika nu afneemt voor het eerst. Nadat in de Sovjet-Unie, of nee, in Rusland in 1991 de levensverwachting ook afnam, is dat nu in Amerika ook het geval, de gemiddelde. Sociale mobiliteit, obesitas komt in landen met grote verschillen meer voor dan in vet is a class issue, zeggen ze nu in Amerika. Schoolprestaties, detentie. In Amerika zitten geloof ik 400 op de 10.000 mensen in de bak. Terwijl het in Japan, wat een redelijk gelijk land is, maar 40 zijn. Dat soort dingen halen die Wilkinson en Pickett aan. En die zegt, ja, het is niet alleen de onderlaag die schade leidt bij grote ongelijkheid. Het is ook de bovenlaag, want die moet zijn stand ophouden. En dat geeft een hele neurotische maatschappij. En zij zeggen, daarom kom ik nu hierop, op die coöperaties. Zij zeggen, de origine van dit alles is de ondemocratische verhouding in bedrijven. En ze zijn dus een groot voorstander van coöperaties. En ik heb dit voorbeeld even bijgehaald, want de VPRO besteedde in, 2013, 2014, zoiets, en veel aandacht aan deze coöperaties in Mondragon. Dat ligt in Baskeland. Nee, 2012 was dat. Baskeland. En er was net een crisis geweest, zoals u weet, in 2008. Een enorme crisis. Spanje heeft grote klappen gehad, de economie in Spanje, de werkgelegenheid. Niet in het stadje Mondragon, waar deze priester een tijd eerder de coöperaties had geïntroduceerd. En Mondragon is een zeer nijver stadje in Baskeland. Hij heeft ongeveer 100 coöperaties. Banken, universiteiten, coöperatief, bedrijven. In ieder geval, er zijn er 100. En dwars door de crisis heen van 2008, waarin de hele economie in Spanje op zijn gat lag, zijn er in Mondragon nauwelijks mensen ontslagen. Eén coöperatie ging failliet en daar werden de werknemers door de andere coöperatie door opgevangen. Dus die stad is ongeschonden door de crisis heen gekomen, door vooral die coöperatieve vorm. Het is eigenlijk een soort bedevaartsoord geworden voor mensen die coöperaties bestuderen. En er zijn meer bedrijven in de wereld die hier iets aan doen. Gore-Tex bijvoorbeeld en Polaroid zijn ook bedrijven waar wel degelijk is geëxperimenteerd met invloed, reële invloed van werknemers in het bestuur. Want daar zit een belangrijke wortel van de ongelijkheid. Goed, dus dat is het tweede punt van Piketty. Ik ga naar zijn derde punt. Moet ik even kijken. Dan gaan we het over belastingen hebben. Dus hou je maar schrap. Dat is nou niet het meest sexy onderwerp wat je kunt bedenken voor een lezingje. Piketty is voor progressieve jaarlijkse vermogensbelasting. En hij zegt ook, die enorme ongelijkheid die je nu ziet in de wereld, en in Amerika, maar ook bij ons, in Nederland, die heeft te maken natuurlijk met die cumulatie aan de bovenkant. En de inkomstenbelasting en ook de erfbelasting, waar ik straks nog even op kom, die hebben onvoldoende corrigerend vermogen op die scheefheid. Heeft te maken met het rendement van vermogens, die gemiddeld, laten we zeggen, 6-8% is, groter dan de groei van de economie, die 2% is.
dan wordt het aandeel kapitaal steeds groter bij degene die dat kapitaal bezitten. Nou, dat is zijn wet van het eerste boek van hem, R is groter dan G. Het rendement is groter dan de economische groei. Onvoldoende dus die paar belastinginstrumenten die we hebben. En dat komt ook omdat er in de erfbelasting, maar ook dat er erg veel vrijstellingen, maar vooral ontwijkingen zijn. Die tax avoiding industry, waar we het over hadden. En een van de kernpunten in het denken van Piketty is gewoon, we moeten eigendom minder sacraal maken, minder eeuwig maken. Eigendom moet eigenlijk tijdelijk zijn. Je kunt niks eeuwig hebben of aan je erfgenamen doorgeven. Eigendom moet circuleren. Nou, Piketty staat er niet alleen in, want er verscheen vorig jaar juni in de Verenigde Staten een brief aan de komende presidentskandidaten van alle partijen, van beide partijen dus. Een brief van miljardairs die zeiden van, wij willen graag belast worden. Het wordt tijd dat wij belast worden met ons vermogen. Ze stellen een laag tarief voor, dat moet ik er wel bij zeggen. Maar nou van 1%, van boven de 50 miljoen. Dus dat is toch niet niks. Piketty heeft zelf een tariefsvoorstel in zijn boek zitten. Dat ga ik u nu laten zien. Plus dat dan nog van ook twee andere economen. Dit is het voorstel. En dat is een rigoureus voorstel. Het is een soort confiscatie in feite van de allergrootste vermogens. Hij zegt, als je nou het gemiddelde vermogen neemt, in Nederland is het gemiddelde vermogen 160.000 euro. Niet de mediaan hoor, maar het echte gemiddelde. Dat zit op 160.000 euro, dus als je 320.000 vermogen hebt, moet je 1% per jaar dan maar van naar de gemeenschap geven. En dat loopt dan cumulatief, dat loopt progressief op bij 100 keer vermogen. Dan heb je dus, 100 keer 150, heb je 1 miljoen nog wat. Wordt het 10%, maar het wordt heel veel als jij miljardair bent. In de laatste groep zitten de miljardairs. In feite haalt hij dus gewoon een top van het miljardenvermogen af. Dat is heel erg rigoureus, want het jaar erop hebben ze dat dus niet meer. Dan kun je eigenlijk, dus het is eenmalig jaarlijks niet. Maar goed, hoe dan ook. De aardigheid is dat hier wordt nu in Amerika, bij de presidentsverkiezingen, nu over gesproken. Maar eigenlijk meer naar aanleiding van die twee andere jongens, die trouwens Fransen zijn. Hè, die Saez en Spaanse naam, maar goed. Hij komt uit Frankrijk. En Sukman, die twee jonge hoogleraren die ik noemde van 35 lentes. Die hebben een veel bescheidener voorstel gedaan. 2% van vermogens boven de 50 miljoen dollar en 3,5% boven de 1 miljard dollar. En het alternatief voor die hoogste groep bij die twee jongens is 10%. Want als je op 3,5% blijft steken in die hele hoge vermogens, blijft die vermogensgroei groter nog. En dat tonen ze dan ook aan, dat rekenen ze helemaal door. Ze rekenen ook door wat nu de miljardairs zouden hebben als dit systeem in de 80e jaren was ingevoerd. Dan waren er nog steeds, ook onder dat lage tarief, nog steeds miljardairs. Dus het is niet zo rigoureus wat zij voorstellen. Het voorstel van Sanders zit eerder bij de 10%. En het voorstel van Elizabeth Warren, die er straks uitvalt in de race, zit op die 3,5%. Dus daar is in Amerika nu het debat over die tarieven. En nou goed, het voorstel van Piketty gaat een slag verder. In Nederland vinden we eigenlijk toch ook dat er een noodzaak is voor vermogensbelasting. Althans, ik lees het WRR-rapport van 4 jaar geleden. En daarin schrijft een Nederlandse econoom van Bavel dat het ook hier een noodzaak is om die zaak recht te trekken. Ik vergeet trouwens nog iets. Reagan heeft dus in 1988 die tarieven van de belastingen naar beneden gegooid. Joe Biden zat toen al in de Senaat en heeft dat als democraat gesteund. Dus Joe Biden, als die straks de kandidaat wordt in Amerika, is dat iemand die op fiscaal gebied niet veel zal veranderen. Piketty verwijt ook Obama en Clinton dat ze geen herstelpogingen hebben gedaan in hun regeerperiode
van de acties van Reagan. Zo goed als ook in Engeland, Brown en hoe heette die andere jongen die voor hem zat, ook niet de voorstellen van Thatcher ooit hebben teruggedraaid. Dus dan zie je toch dat die ideologische veren waren weg. Men ging mee met dit verhaal. Nou, nu ligt dus het debat onder die Amerikaanse presidentskandidaten, alleen in de democratische sfeer, dus maar een stukje van de samenleving, gaat hierover. Milanovic, die econoom, maar ook Van Bavel, Nederlandse econoom, zegt ja, het is voor onze democratie van het grootste belang. Kijk wat er gebeurt met miljardairs. Meneer Jeff Bezos bijvoorbeeld, heeft u van gelezen. Dat is de allerrijkste man ter wereld. Die kreeg kritiek dat hij met zijn Amazon Club toch wel erg veel aanrichtte in de wereld aan klimaatellende. En de verschillende grote groepen werknemers zeiden, man, doe daar eens wat aan, want hij is bezig met ruimtetoerisme. Daar is Elon Musk mee. Die twee Musk en Bezos concurreren met elkaar over ruimtetoeristische experimenten. Die zijn ze aan het bekostigen. Nou, dus de werknemers hebben gezegd, ja, maar het klimaat gaat inmiddels naar de donder. Nou, en toen heeft hij 2 weken terug gewoon gezegd, dan schenk ik daar 10 miljard aan. Ik maak een fonds van 10 miljard. Kijk, als het zo gaat met de besluitvorming over zaken in de wereld, dan zijn we nog in de aap gelogeerd. Dus er moet iets gebeuren op dit punt. De wal keert anders gewoon het schip. We gaan nu naar een ander onderdeel van die belastingen. Naar de meest gehate belasting volgens Rutte. De meest gehate belasting is de erfbelasting. Ook wel sterftax genoemd. Het leuke is dat door het vorige boek van Piketty verscheen er ineens, gingen toch ook wat Nederlanders aan de gang, want er wordt nauwelijks gesproken over erfbelasting. En toen verscheen dit boekje, Voor wie is de erfenis? Paul de Beer en nog wat mensen, kritische economen, hebben dit geschreven. En die constateren in dit boekje, wat trouwens via crowdfunding tot stand moest komen, want het is geen gemakkelijke boodschap. Die zeggen, ja, een groot deel van de ongelijke vermogens komt niet uit eigen prestaties voort, maar uit waar je wieg heeft gestaan. Dus de drive die ze hebben om dit boekje te maken. Ik kan het u zeer aanbevelen, ik heb het hier staan. En economen vinden ook dat die erfbelasting ook in Nederland moet worden aangepakt, om verschillende redenen. Maar een van de redenen is dat die niet verstorend werkt op de economische verhoudingen. Althans, ze storen de conjunctuur of de economie niet. Zoals bijvoorbeeld een BTW dat zou kunnen doen, of een belasting, hogere belasting op arbeid, dan wordt er misschien minder gewerkt. Nee, de erfbelasting heeft geen of nauwelijks verstorende effecten. Dus economen zijn ervoor om hem op te hogen. In Nederland wordt er maar 1,5 miljard per jaar mee opgehaald. En de vermogens die langs alle notarissen hier per jaar gaan, die dus worden belast, die worden totaal per jaar voor ongeveer 11% belast. Terwijl arbeid zit tussen de 40% en 50%. Nou, dat is dus een reden om daar eens kritisch naar te kijken, maar het is de meest gehate belasting. En in dat boekje leggen ze ook uit hoe dat cultureel zit, hoe dat ethisch zit, want het wordt, ja, je tast je familiegevoel aan, hè, als je aan de als je met een sterftax aan komt zetten. Heel bijzonder punt in Nederland is de uiterst lage belasting op bedrijfsovernames, de zogenaamde bonregeling. Dat is een regeling die is bedoeld voor familiebedrijven om die over te kunnen hevelen naar een erfgenaam bij leven. Dan zie je dat daar die regeling zo gunstig is, dat daar de belastingdruk ongeveer 1,1% is. Die regeling, die als die gelijk zou worden gesteld aan die 11% van de gewone erfenisregeling, zouden we zo 500 miljard in Nederland structureel erbij hebben. Bijvoorbeeld voor onderwijs of iets dergelijks. Nou, hoe dan ook. En die regeling is in de Tweede Kamer zeer sterk verdedigd door Jan Kees de Jager nog en door de meneer Wijn nog. Vooral door CDA, ook door PvdA volgens mij, VVD. Onder het motto van ja,
Maar de groenteboer die moet toch zijn bedrijf kunnen overdoen aan zijn zoon. Het gaat niet om de groenteboer, het gaat om echt de hele grote business. En de eerste miljoen is vrijgesteld en de volgende zit op 87% vrijstelling. Vandaar dat als je een bedrijf van 10 miljoen of van 20 miljoen aan je kinderen doet, dat je maar een paar ton hoeft te betalen, heeft het kind dat bedrijf voor bijna 19,5 miljoen in zijn handen. Nou, dat is iets, en dat praat ik nog over de kleintjes, want dit gebeurt ook met de hele grote erfenissen. Dat punt kun je gewoon aanpakken. Het is sinds 2009 niet meer besproken in de Tweede Kamer. En de correspondent heeft er een goed artikel over gestaan. En nou, hoe dan ook, dit soort dingen, daar kijken we eigenlijk niet voldoende naar. Het vierde punt van Piketty, we komen er wel, van de zes. Het vierde punt is een cadeautje. Ja, sommige mensen vinden het een ramp, maar dat heb je met goede voorstellen. Dat is de kapitaaldotatie. En daar heb je misschien ook de laatste dagen wat over gelezen. Piketty heeft een idee dat als je nou maar die vermogensbelasting stevig maakt, progressief maakt, en ook die erfbelasting progressief en stevig maakt, dan kun je zo'n beetje 5% van je nationale inkomen kun je bij elkaar hebben in een fonds waarbij je alle 25-jarigen eenmalig een kapitaaldotatie geeft. Van 60% van het gemiddelde vermogen voor Nederland uitgerekend ongeveer een ton. Dus hier zit een cadeautje in voor de 25-jarigen. Als je 25 wordt, dan krijg je als Nederlandse jongere 100.000 euro. En die mag je vrij besteden. Nou, dat is ongelooflijk. Dus daar wordt meteen de draak mee gestoken met zo'n voorstel. Maar het gaat hem om in feite ook weer dat minder eeuwig maken van eigendom. Eigendom moet kunnen circuleren volgens hem en moet ook kunnen verjongen. Waarom moeten we nu wachten op een erfenis tot iemand 90 is en dan gaat hij naar de 65-jarige? Nee, jonge mensen moeten ook kapitaal in handen kunnen krijgen. Dan zijn ze ook zelfstandiger in hun, zelfs ook in hun inkomensstrategie. Want dan hoef je niet elk klote baantje te aanvaarden. Dan kun je daarmee spelen. Je kunt het een bedrijf mee beginnen. Je krijgt natuurlijk met zo'n suggestie onmiddellijk van, ja, maar dat kan je aan jongeren niet geven, want die jagen het erdoor en zo. Nou, nu, die jongens die dat, die dominee en onze presentator hebben, in hun boekje spreken ze over de jubelton. Dat is de ton die wordt vrijgelaten nu in de belastingen. Die mag je schenken als jouw kind onder de 35 jaar een huis koopt. Je mag dat ook aan je buurkind geven. Dus als je nou in Bloemendaal woont, dan geef je je kind een ton voor een huis in Amsterdam. En je geeft het buurmeisje ook een ton, want jouw buurman geeft jouw kind ook een ton. Dus dan heb je tweemaal een jubelton. Dat soort dingen beschrijven ze Schimmelpenning gewoon als graaf, want hij is adel, hij is van adel. Hij beschrijft het toch keihard. En zei, daar hebben dus niet die vraagtekens bij van wordt het wel verstandig besteed? Ze geven in het voorbeeld aan dat op die manier krijgt iemand 2 ton mee om een huis in Amsterdam te kopen, een paar jaar terug, dat kan, met 2 ton kan er nu niet meer, maar er wordt er nog wat uitgeleend van de BV van vader. En vervolgens koopt iemand daar een split level en die verhuurt dan de bovenverdieping en is zelf student in de onderverdieping. En dan is die op zijn 25e al belegger geworden. Nou, kijk, dat soort dingen, dan praten we niet, dan stellen we onszelf niet de vraag, is dit wel vertrouwd? Maar rondom de suggestie van Piketty heb ik nu al wel dit soort reacties vernomen. Het gaat er om het principe. Hè? Je kunt je ook afvragen of dit wel kan. Want je zal maar net 26 zijn als het wordt ingevoerd. Hè? Of je zal maar net uit Syrië komen en ingeklaard zijn. Maar heb je dan ook recht op die ton? Nou, dat soort vraagstukken. Het gaat eerst om het principe. Vinden we dat dit soort herverdeling moet plaatsvinden? Ja dan nee. Dat is het cadeau. Ik heb het trouwens, het is wel leuk. Er was een tijdje terug een aardig gedoe over, oké, boomer. Misschien herinnert u zich dat nog. Een maandje terug. En daar was Philip Huff de aansteker van. Dat is een jonge schrijver uit Amsterdam. En die zei, eigenlijk moeten de mensen van boven de 50 of 65 maar een halve stem krijgen bij de verkiezingen. Want dit gaat niet goed. Ook zo'n voorstel waarvan je kan zeggen, shit, dat kan natuurlijk nooit. Maar het is wel een hele instructieve, want je gaat nadenken, hè. Philip Huff heb ik een maand terug, toen ik dit las in het Franse Exemplaar, zei, Philip, ik heb een cadeautje voor je van Piketty. Een ton voor jongeren van 25 jaar.
Nou, Philip sloeg daarop aan natuurlijk. Die heeft dus een stuk in de NRC vorige week daarover geschreven. En nou ja, Philip komt hier over 2 weken in het debat. Dus dat is erg leuk om met hem daarover te stoeien. Dus dat gaan we hier meemaken. Dat was nummer 4. Dan nummer 5. Ik zit nog redelijk in de tijd. Ik neem wel even een slokje. Het volgende punt wat Piketty, maar ook andere economen heel erg belangrijk vinden, dat is de financiering van de politiek, het partijwezen. En in feite zegt Piketty, er moet opgehouden worden met private financiering van politiek. Deze man heeft vandaag net afgehaakt. Hij dacht dat het presidentschap te koop was, zoals die andere die er nu zit dat gewoon heeft gekocht. Hij heeft 500 miljoen besteed inmiddels en hij houdt er nu mee op. Nou, dat is dan mooi meegenomen, maar alleen al het denken dat het zo in elkaar steekt en dat het in dat land, dat is natuurlijk wel extreem de Verenigde Staten, maar goed, het is ons voorbeeldland ooit geweest, zou ik bijna zeggen. Niet meer, denk ik. Maar hoe dan ook, dus dit soort dingen die zie je gewoon om je heen. Moet ik even kijken. In Nederland, laten we toch even de lijn aan. Zo'n PVV wordt door meneer Horowitz aardig bekostigd. Daar hebben we nooit een punt van gemaakt. Even een zijpad, die PVV in Nederland. Partijen bestaan niet volgens de grondwet. Hè. Onze grondwet kent geen politieke partijen. Dus je mag gewoon doen wat je wilt. Er zijn geen vormvereisten voor politieke partijen. Maar er is wel een kieswet in Nederland. De kieswet zegt dat wil je een politieke partij stichten, moet je een vereniging zijn. Dat heeft meneer W. zo opgelost. Als je een vereniging wil maken, moet je minstens 2 leden hebben. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gezegd, ik ben lid, meneer W., G.W. uit Limburg. Ik ben lid en mijn stichting Vrienden van W. is lid. Dat is een rechtspraak. Dat heeft Nederland dus laten gaan. Daar kun je nu niks meer van zeggen, want als je dat nu zegt, dan is het huis te klein natuurlijk. Daar zijn we te laat mee. Zo slordig gaan wij om met politieke partijen. Duitsland heeft in zijn grondwet wel degelijk een artikel staan waarin de eis wordt gesteld aan politieke partijen ook om intern democratisch te zijn. Lastig als daar een rechter zich over moet uitspreken. Maar wij zijn erg slordig geweest. Nou, met het gevolg, maar goed, dan was nog altijd wel een Baudet gekomen en die maakt dan wel een soort parlement. Hoe dan ook, Piketty stelt een paar dingen voor. Een van de makkelijke voorstellen, zou je in Nederlands ook invoeren, is schaf de belastingaftrek van schenkingen aan de politiek af. Want het is een subsidie aan de rijke kiezers. Dan moet je even nadenken, het is een kleinigheidje om te regelen in ons land. Maar nu gebeurt dat op redelijk grote schaal. Je mag het aftrekken van de belasting als je aan een politieke partij geld stort. Een tweede idee, en dat heeft hij van een zekere mevrouw Cagé in Frankrijk. Die zei, ja, je kan ook elke kiezer bij de stembus een voucher geven, een tegoedbon van €5. En die mag die inzetten bij welke partij die dat ook wil. En daaruit moeten politieke partijen maar hun budget bekostigen. Het moet afgelopen zijn met de private financiering van politieke partijen. In een voetnoot op bladzijde 1126, geloof ik, of 27, ik kan me vergissen, daar staat voor de oplettende lezer, voor de geïnteresseerde lezer, merk ik op, Piketty, dat mevrouw Julia Cagé mijn levensgezellin is, wat haar niet verhindert om goede boeken te schrijven en mij niet verhindert om ze kritisch te lezen. Kijk, dat zijn dan weer Fransen natuurlijk. Hij stelt dus voor schrap de belastingaftrek en regel dat via zo'n vouchersysteem. In Nederland wordt dit ook gedacht. In dat WRR-rapport van 4 jaar terug lees je ook dat er wordt gesteld dat door Bas van Bavel, een van de economen van dat rapport, wordt gesteld dat er een onevenredige politieke invloed is van
van geldschieters op de politiek, de Nederlandse politiek. Er zijn ook talrijke schandalen bekend, ook in Europa. Meneer Kool, die heeft een groot probleem gehad. De grote man van de eenheid van Duitsland met gerommel via Zwitserse banken. Sarkozy heeft van mevrouw van L'Oréal heeft enorme bedragen. En ook trouwens van Gaddafi heeft hij gezorgd dat zijn campagnes konden worden bekostigd. Om over Berlusconi maar te zwijgen. Hillary Clinton, haar campagne is voor een belangrijk deel destijds betaald door Goldman Sachs. Dat heeft geen invloed op de standpunten. In Nederland hebben we een paar kleine krabbelaars gehad. Eén daarvan is Jos van Rij met Piet van Pol. Piet van Pol. Nou, die moest dus de gevangenis in. Dat is dan toch wel goed afgelopen. Maar u moet wel weten dat CDA en VVD hun congressen nog steeds laten sponsoren in Nederland. Dat gebeurt. We zijn wel bezorgd over de invloed van buitenlandse geldschieters in moskeeën, maar dit soort dingen laten we gewoon gebeuren. Ik ga naar het laatste punt. Europa. Piketty zegt over Europa het volgende. Europa is uitsluitend monetair. Is bedoeld om het vrij verkeer van kapitaal, goederen en personen te steunen. Daar gaat het om. Europa is niet sociaal. En de structuur van Europa is gecompliceerd. Want het moet bij unanimiteit. Wat je nu ziet vandaag van onze commissaris Frans Timmermans. Dat hij straks, hij wil de Green New Deal aanpakken. Dat klimaatverhaal. En dan moet hij langs alle 27 staten, er is één afgevallen dus inmiddels, 27 staten om daar unanimiteit te bereiken. Dat is een mijl op 7 natuurlijk. Dus dat is een bedelaarsrol die hij heeft. En zo wordt het nooit wat. Dat is de mening van Piketty. En die Unie is er vooral voor de euro. Piketty noemt de euro een unieke stateloze munt die wordt beheerd door geheime vergaderingen van de Europese Raad, de ministers. En in feite is dat unanimiteitsprincipe van de Europese Unie, alleen wordt dat doorbroken bij de Europese Centrale Bank. Want daar is de enige orgaan in Europa waarin bij meerderheid wordt beslist, achter gesloten deuren. Zo technocratisch en zo zit de zaak in elkaar en zo alleen op de monetaire kant gericht. Dat vindt hij een probleem. De ECB heeft trouwens wel natuurlijk de economie gered, vindt hij en zegt hij ook, dat erkent hij. Maar wel zonder te letten op de effecten op de grote vermogens. Daar is totaal geen monitoring over. Wie trouwens, dat dacht ik de laatste tijd nog even aan. Als je wat duikt in de landbouwsubsidie bijvoorbeeld, dat is zoiets wat ze zo moeizaam kunnen veranderen, dan zie je dat ook daar de grootste gelden gaan naar de mensen met de meeste hectares. Dat zijn boerenbedrijven van enorme omvang. En dat leidt tot die hele grote schaalvergroting, ook in de agrarische sector. Dus het is eenzijdig gericht op groei en op grote jongens en meiden. De Europese Unie steunt de rijken. En Piketty zegt, de Europese Unie zal sociaal zijn of niet zijn. That's the question. Hij heeft dan wel wat voorstellen, hoe kan het dan wel? Hij zegt, in feite zou het, je hebt nu natuurlijk de Europese Raad van Ministers, je hebt de Europese Commissie, dat is een uitvoeringsorgaan, en het Europarlement. Het Europarlement en die Raad van Ministers, dat zijn eigenlijk de wetgevende organen. En één een hele ingewikkelde structuur zou gewoon een Europese parlementaire unie moeten zijn. Maar dat vraagt soevereiniteitsoverdracht. En gezien de geschiedenis van Europa zit het daar niet in. En dat is zoiets ondenkbaars dat we in dit continent waar we heel veel hebben gestreden met elkaar, dat we onze eigen soevereiniteit zouden opgeven. Hij stelt voor dan toch, dat begrip heb je vaker gehoord, tot een kopgroep te komen. Waar wel de voornaamste economieën in moeten zitten. En maak daar nou een nieuwe start mee. Laat de oude gewoon bestaan, maar maak een nieuwe start met een Europese parlementaire unie, met een parlement dat half is samengesteld met
nationale parlementariërs en voor de helft, minstens voor de helft met nationale en voor de andere helft met rechtstreeks gekozen Europese parlementariërs. En dan moet je ook zorgen dat zo'n Unie belastingcapaciteit krijgt. Want nu zit Rutte te knokken over 1,11% van het bruto nationaal product wat naar de Unie mag gaan. En dan moeten we ook nog een hele hoop terug kunnen krijgen voor projecten die soms niet eens nodig zijn. Maar het gevecht over de 1,1% vindt plaats. Terwijl je bent nooit je op het wereldtoneel nooit een krachtig orgaan als je het daarbij laat. Zelfs de Verenigde Staten, de Federatie van de Verenigde Staten, heeft een budget van 20% van haar eigen BBP ter beschikking van meneer de president. Dus dan in die verhouding zul je nooit iets betekenen. Je moet dus zo'n Europese parlementaire unie winstbelasting laten innen, die vermogensbelasting laten innen waar we het over hebben, CO2-belasting laten innen. Dus die moet een belastingcapaciteit kunnen ontwikkelen, zodat ze ook aan goede dingen kunnen werken en niet hoeven te pielen over die 1,1%. En het doel is om dan tot eerlijker belastingen te komen. Herfinanciering van de staatsschulden. Hij zit eigenlijk helemaal op de lijn van Varoufakis, de Griekse minister van Financiën, die inmiddels iets anders is gaan doen, denk ik. Schuldreductie. Hij merkt op bijvoorbeeld dat het uiterst merkwaardig is dat Duitsland zich zo verzet heeft tegen de schuldreductie van Griekenland, omdat Duitsland het zelf wel heeft gehad in de jaren 50. Dat soort zaken rakelt hij allemaal op. En dan zou je ook gezamenlijke problematiek als klimaatproblematiek kunnen aanpakken. Hoef je niet zo te bedelen zoals Frans Timmermans dat nu moet doen. Piketty wordt nu verweten dat hij geen econoom is, maar politicus. Ik vind het een wonderlijk verwijt, moet ik u zeggen. Want dat verwijt stond ook in de NRC. Er waren een stel Nederlandse economen die gaven commentaar op dat nieuwe boek. Ze zeiden, ja, maar nu is het geen econoom meer, nu is het een politicus. Dat hebben ze nooit gezegd over Friedman, Nobelprijswinnaar. Of over Hayek. Meneer Hayek was uitermate ondemocratisch. Die wilde zelfs de democratie op nationaal niveau zag hij niet zitten. In zijn economisch denken heeft hij wel de Nobelprijs gehad als econoom. Dus het is jaloezie de métier om nu Piketty maar geen econoom meer te noemen. Hoewel, ik kom er straks nog even op. Maar het kernpunt van Piketty op het punt van Europa is: Europa zal sociaal zijn of niet zijn. En daarom ben ik nu even over negenen toch aan het slot aan het komen. Dat is dan toch gelukt. Even in het kort, het is niet helemaal correct wat ik heb geschreven, geloof ik. Het gaat Piketty om het doorbreken van het sacrale van de eigendom. De eigendom is in de 19e eeuw na de Franse Revolutie onaantastbaar en eeuwig geworden. En dat vindt hij eigenlijk, dat moet worden doorbroken. Zoals het nu gaat, kan het niet langer. Eigendom moet eigenlijk meer tijdelijk worden. Verklein de ongelijkheid. We hadden spatie moeten. Dus zorg voor kleinere ongelijkheid. En stop die megavermogens, want ze tasten onze democratie aan. En dan ook nog een leuke, want hij eindigt zijn boek eigenlijk van pas op voor economen. Dus vandaar dat die andere economen nu een beetje griepen op hem. Pas op voor economen. Dat is wel toch wel interessant, moet ik je zeggen. Want hij zegt ook van de autonome economie heeft eigenlijk richt maatschappelijke schade aan. En wat hij wil is niet de economie puur bijna econometrische, wiskundige formules rondom de homo economicus. Maar de zaak moet breed worden bekeken samen met sociologie, geschiedenis, politicologie in een breed verband. En als je dat niet doet, dan krijg je een secte die wordt gezien als waarzeggers. Er zijn trouwens ook economen, dat is deze meneer Bernard Marie. Dat is een econoom die is doodgeschoten in Parijs bij de Charlie Hebdo-moorden. En die heeft dus een boekje geschreven: Economie is geen wetenschap. Zover gaat Piketty dus niet. Hè? Maar deze man die heeft bijvoorbeeld een echte gerenommeerde econoom. Die zei: de secte verafgoot onbegrijpelijke woorden, abstracte begrippen en cijfers en tegenstrijdigheden oogsten bijval. Een econoom is iemand die altijd achteraf kan uitleggen waarom hij zich weer heeft vergist.
En hij zal worden ontmaskerd als de ongelooflijke ideologische oplichterij die ze op de economie... Die ze, nou ja, dus deze gaat veel verder. Maar Piketty zegt van, luister, dus dat enge, pure economische gedoe rondom de homo economicus, die niet bestaat. De mens handelt niet alleen maar met een paar motieven over de prijs gaat omhoog, dus dan koop ik minder. Dat soort mechanismen. Het zit allemaal ingewikkeld in elkaar en de zaak moet worden bekeken in een brede achtergrond. En dat doet hij dus ook in het prachtige boek, waarin hij laat zien hoe het historisch gelopen is. Dat er vroeger dingen gebeurden die nu eigenlijk best wel weer zouden kunnen gebeuren. Of dat de dingen in ieder geval niet zo vast liggen als we denken. En ideologie vindt hij dus van heel groot belang. We moeten een nieuw narratief hebben. Daar komt het in feite op. We moeten de tijd van de grote verhalen zou voorbij zijn. De veren, de ideologische veren hebben we afgeschud. Maar hij levert in ieder geval materiaal om weer eens een keer, ook voor jonge mensen, denk ik, perspectief te krijgen. Die zeggen, kijk, we leven in een samenleving die in ieder geval open en ontspannen is. Hij is nu erg neurotisch. We gaan nu pauzeren en dan na de pauze is het tijd voor wat questions and answers. En gaan we ook een beetje preluderen op het debat.
maar dat kan niet meer. Hij staat te telefoneren. Hij zegt nog 1 minuutje. Oh, hij... Ja, hij zit bij de schoorsteen. Dus, ik zou bijna willen zeggen, zit jij het geluid aan, maar ja. Ja, dames en heren, ik moest even wachten op de baas, maar we gaan weer beginnen. We hebben 20 minuutjes of zo, we moeten niet te lang maken vanavond, want op 18 maart is er hier een debat. En dan hebben we een viertal gasten, dat is Wiemer Salverda, dat is een econoom van de Universiteit van Amsterdam. We hebben Philip Huff, waar ik u over sprak, een jonge hond, schrijver bedoel ik. En dan hebben we nog Van der Meer, ik ben even zijn voornaam kwijt, maar die is van Tom van der Meer en die is en Tom van der Lee, zit, wie ook weer dacht ik, Tom van der Meer. Tom van der Lee en die is directeur van Oxfam Novib. En dan was ex, hij is nu Kamerlid van GroenLinks geloof ik. En dan hebben we nog Arjan Vliegendhart, oud-wethouder van Amsterdam, SP, maar nu directeur van Nibud. Dus het zijn 4 gerenommeerde gasten die iets weten over armoede, rijkdom in Nederland. En daarmee gaan we het werk van Piketty een beetje doorlopen. Waarschijnlijk ook wat van zijn suggesties op tafel leggen. Is dit nou reëel? Kun je fiscaal de zaak verbeteren in dit land? Is zo'n sterftax überhaupt aan te pakken of sterft hij een zachte dood, deze suggestie? Nou, dat soort zaken gaan we dan op tafel leggen. Onder leiding van, moet ik even denken, onze oud-PvdA-raadslid
Erwino Ouwerkerk. Een hele scherpe jongen. Dus dat kan erg leuk worden. Ik ben er erg trots op dat we dat spulletje bij elkaar weten te krijgen. Voor nu even zijn er over het verhaal van voor de pauze vragen. Of over überhaupt het werk van een rockstar-econoom Thomas Piketty. Twee vragen. Moment. Daar komt de microfoon. Alles moet via de microfoon, want dit wordt ook buitenshuis gevolgd via streaming, heet het geloof ik. YouTube enzovoort. De eerste vraag is, krijgen we weer zo'n interessant verslag van deze avond? Dat denk ik niet. U kunt dit nakijken op YouTube, want dit is opgenomen vanavond. Oh. En u kunt gewoon in de huiskamer. Ik zit wel eens in een ander deel van Europa en dan zie ik gewoon de pletterij te volgen. Dat kan. Oké. Heel modern. Heel fijn. De tweede vraag is het niet merkwaardig dat Bernie Sanders in de Verenigde Staten eigenlijk op een aantal punten al Piketty volledig volgt? Hij wil de collegegelden afschaffen, hij wil Wall Street aanpakken, hij wil de ongelijkheid wil hij verminderen. Met andere woorden, is het zo illusoir om te denken dat Piketty nog in een verre toekomst zal liggen? Nee, maar kijk, ik weet ook. Dat wil zeggen als Bernie Sanders verkozen wordt, ja, wat niet het geval is. Sanders is natuurlijk voor velen een schrikbeeld in Amerika. Amerika heeft nooit een verzorgingsstaat gekend, hè? De verklaring daarvoor door ook Franse andere mensen dan Piketty, die ik heb gelezen hierover, is dat er is nooit een echte solidariteit aan de onderkant ontstaan tussen zwart en blank. En dus is er nooit een grond geweest voor een verzorgingsstaat. Er was altijd concurrentie tussen blank en zwart aan de onderkant. Nou, dat is dramatisch. En daarom is alle ideeën die daar opborrelen en die iets hebben te maken met sociale arrangementen, worden in Amerika ervaren als een aantasting van de vrijheid. Dat is wat er aan de hand is. Nou, Piketty heeft wel degelijk met die twee economen, Saez en Zucman, wat het zijn een soort leerlingen van hem, is daar ook geweest. Heeft ook met Warren gepraat. Dus die voorstellen van Warren en Sanders komen uit de koker van dat soort jongens en meiden. En daar is dus echt een stroming in de economie die zegt, ja, dit moet anders. En die ook politieke invloed probeert te krijgen. En ik vind dat een kans. Alleen, als je de situatie in de VS nu bekijkt, denk ik, deze vier jaar zal het nog niet gebeuren. Het wordt dan toch weer zo'n Joe Biden die gewoon op fiscaal gebied niks zal veranderen. Want die heeft nooit iets willen veranderen. Die was het eens met Reagan. Dus nou, dat soort dingen. Jammer, maar we hebben misschien een iets minder grote bruut aan het bestuur dan de eerstkomende vier jaar. Als hij het wordt, de president. Dat is gewonnen. En het frappante vind ik, we stemmen, er wordt nu voornamelijk strategisch gestemd. Mensen stemmen tegen Trump via Biden. Mensen stemmen tegen Biden of tegen Sanders via Biden in de voren. Dus de hele democratische stemmerij is niet iets, een stem voor iets, maar strategisch om anderen tegen te houden. Op dat niveau zijn we nog bezig, terwijl we een echt goed narratief nodig hebben. Dat is het verhaal. Ik vond het frappant dat de laatste dagen zag je drie partijen optreden in Amsterdam gisteren. Drie oppositiepartijen die zeiden, we gaan het belastingplan niet steunen. Nou, vlak voor had er in de NRC een stuk gestaan van Dick Pels, geloof ik, van GroenLinks en nog een ander. Van die partijen moesten maar samen gaan, want dan halen ze 40% van de stemmen. De linkse partijen hebben nooit meer dan 30% de laatste tijd bij elkaar, hè? 35%. Maar dan krijgen ze een bonus. Kijk, dat is gewoon marketinggelul, gepraat, neem ik niet kwalijk. Je narratief moet kloppen. Je verhaal moet kloppen. En ik vond zelf, ik denk dat je jonge mensen moet weten te boeien, iets wat Sanders lukt. Want die mensen hebben de laatste 40 jaar, hebben jongere mensen onder de 40, hebben nooit iets anders dan dat neoliberale verhaal tussen de oren gekregen. De markt moet het doen en de overheid moet een kopje kleiner. De overheid doet het ook verdomme slecht als je kijkt naar wat er in Nederland gebeurt met de Belastingdienst, met de rijbewijzen, met weet ik het wat. Maar we hebben hem uitgehold. Dus we zullen weer moeten opbouwen in gezamenlijkheid. Dat is het verhaal wat verteld moet worden op een goede manier. Zodanig dat jonge mensen zeggen, verrek, we hebben een maatschappij die open en ontspannen waar we wat mee kunnen. En ze hebben nu toch maar een heel matig perspectief, zou ik zeggen. Ik heb een beter perspectief gehad in de jaren 60. Ik mocht studeren vanuit de Schilderswijk. Dat werd geantameerd. Er was een hoogleraar in Groningen die zei, kom bij mij studeren, want ik heb straks banen voor jullie. Nou, dat is toch heel bijzonder eigenlijk. Ik heb
college gehad in de bijstandswet in 1963. Van een VVD'er. En nu zie ik hier dat een PvdA voorzitter is van de voedselbank in Haarlem. En dat vinden we gewoon. Het lijkt ook nog dat hij goed werk doet. Het is verschrikkelijk dat er in Nederland 150.000 mensen afhankelijk zijn van de voedselbanken. Terwijl er bijna evenveel miljonairs rondlopen. Dat is niet helemaal een antwoord op uw vraag, besef ik me. Ja, wat je aangeeft is dat het neoliberalisme geleid heeft tot al deze ellende. Maar als je naar Piketty kijkt, dan zie je vooral inhoudelijke voorstellen. Hij zegt heel weinig over de overheid. Over de overheid? Ja, over de rol van de overheid. Ja. Klopt dat? En... Nou, hij geeft wel historische voorbeelden. Kijk, Roosevelt heeft toen de tijd die New Deal gestart in Amerika. En daar heerste de norm van wij willen hier in Amerika niet die plutocratie krijgen. Die enorme, terwijl er ook rijke Amerikanen waren, Rockefeller, daar waren al lang rijke Amerikanen. Maar er was een cultureel klimaat van wij willen toch niet dat het zo uit de hand loopt als in het oude Europa met de rijkdom voor de Eerste Wereldoorlog. Dat was eigenlijk een beetje de visie. Ze hadden ook al, er was ook wat gebeurd natuurlijk, hè, met de economische crisis en alles erop en daaraan. Maar hoe dan ook, het was dus een kwestie van moraal en ethiek ook. Het was niet alleen maar, en als een overheid aan goede normzending doet, krijg je wat we nu hebben. Dat is toch wel een beetje het verhaal ook van Piketty, maar ook van Milanovic. De hele belastingmoraal waarvan ik vertelde wat er boven Washington, de federale instituut, staat. Dat belasting is iets wat je betaalt voor een geciviliseerde samenleving. Als je een Trump ziet, die heeft er groot plezier in dat hij de overheid, waar hij zelf baas in heeft, kan naaien. Kijk, als je die dubbele moraal, dat is wel het verhaal van Piketty over de overheid. Er moet wel een zekere integriteit en normzending zijn. Als je zegt als premier van Nederland dat ja, we moeten wel 100 kilometer doen, ja, het is een rotmaatregel. Ja, dat is een dubbele boodschap, want die wil je dus gewoon liefst overtreden. Kijk, dat soort dubbele moraal, dus er zit ook een ethische opdracht voor gemeenten, voor overheden in. Niet zo duidelijk. Er zijn meer punten in het boek van Piketty waar ik hem niet zo sterk vind, al vind ik het een geweldig boek. Bijvoorbeeld het hele klimaatprobleem komt nauwelijks aan bod, terwijl dat een van de centrale problemen. Hij maakt er wel opmerkingen over. Hij zegt wel 22% van de CO2-vervuiling vindt in Amerika plaats en in China plaats. Maar per Amerikaan is het 6 keer zoveel als per Chinees. En de Amerikanen vervuilen de wereld door hun consumptie uit China. Ze laten de werkplaats van de wereld vervuilen voor hun goede gedrag. Dus er moet iets aan die gelijkheid gebeuren. Dat soort dingen, dat soort noties zitten daar wel degelijk in. En ook over overheden. Ja, het is niet een apart hoofdstuk, dat geef ik toe. Dat is al dik genoeg, het boek, maar goed. Ja, ik heb een volgende vraag. Als ik dat verhaal hoor van Piketty, dat is wel aardig. Maar het probleem lijkt mij toch dat we gaan nadruk geven op educatie. We gaan jongeren 1,5 ton geven. Nou is het probleem dat natuurlijk de helft van de bevolking een IQ heeft van minder dan 100. En ongeveer 30% van Nederland is niet zelfredzaam. En die maatschappij die wordt steeds complexer. En we worden steeds verwacht dat ze zelfredzaam zijn. Dus volgens mij kan dit hele verhaal kan je in de prullenbak gooien. Als je niet zorgt voor eerst een grondig goed fundament van een sociale staat. Die geborgenheid biedt voor ook voor mensen die niet zelfredzaam zijn. Ja. Die percentuele verdeling die jij geeft, die tast ik aan. Want ik ken de normaalverdeling in de statistiek. En ik denk dat zolang je zit tussen 90 en 110, heb je 80% van de bevolking te pakken. En de rest loopt dan zo schuin uit aan weerskanten. Hele hoge intelligente. En er is natuurlijk een enorm. Er is altijd een chronische kern van mensen die het leven niet aan kan, omdat ze niet genoeg hebben meegekregen. En waar ook weinig educatie op los te laten valt. Dat is absoluut een feit, maar het is de bejegening van die mensen die de cultuur weerspiegelt. Als we goed omgaan
met WSW'ers bijvoorbeeld, hè, mensen die in de WSW moeten. Maar dus een WSW in Nederland hebben we praktisch afgeschaft. Onder andere door de Partij van de Arbeid. En daarom ben ik geen lid meer. Dus dat soort dingen. Het gaat inderdaad ook om bejegening en om sociale psychologie, om normzending. Dat is het, meer het sociologische deel van de zaak. Een ton geven aan iemand die een IQ heeft van 75 is riskant. Dat ben ik met je eens. Maar ja, ja. Daar zijn natuurlijk best dingen op denkbaar. Maar ik vind het voornaamste eigenlijk dat het grondidee van Piketty, dat je toch het weg moet halen bij die absurde rijkdom die er nu ontstaat. Dat is echt absurde rijkdom van meneer Bezos. Maar ook, we hebben in Nederland 37 miljardairs. En we hebben 120.000 miljonairs. Gemiddeld 3 miljoen. Nou, dat mag best wat af om te zorgen dat daar aan de onderkant fatsoenlijk geleefd kan worden. En dat is nu niet helemaal meer het geval. We hadden een verzorgingsstaat. Hij is voor een heel deel al afgebouwd op het moment. En waarom kunnen we die niet gewoon terug waarom is die weg? Wat is er van onzin? Waarom is die voedselbank zo gewoon? En daar denken we niet voldoende bij na. Ik zou er wel eens met Bernd Snijders nog eens over willen praten hier in huis. Hè? Ook geen antwoord op jouw vraag natuurlijk, maar wel een belangrijk betoog. Hè? Hartelijk dank voor uw erg prikkelende lezing. Dat was erg goed om te horen. U heeft er steeds over vermogen. Hoe zou je dat vermogen definiëren? En wat ziet u als de weg om dat over te dragen? Wat is de liquiditeit van die vermogens die je makkelijk weg kunt zetten? Want een heleboel zit in huizen, in kunst, in andere dingen. Nee, wat kun je nou concreet doen en wat is het pad wat u zou willen bewandelen hier? Ja, vermogen is in ieder geval een voorraad middelen. In geld of in stenen. En heel veel vermogen in Nederland zit in huizen. En als je kijkt ook naar de vermogensverdeling in dit land, dan zie je dat de ongelijkheid, dus ik heb dat vorige lezing verteld, meneer Wilterdink was een man die in Nederland de vermogensongelijkheid heeft bestudeerd, ver voor Piketty uit. En hij zei ja, in reactie op Piketty zei hij van nou, het feit dat het huizenbezit zo sterk is gespreid in Nederland de laatste jaren door die hypotheekrente toestanden, subsidies, laat zien dat juist een tegenbeweging. Daardoor neemt de ongelijkheid weer wat af. En je krijgt een vermogende middenklasse. Die hebben we dus. Het is niet meer zo'n hele grote tegenstelling tussen arbeid en kapitaal, tussen kapitalisten en mensen die niks hebben. Er zit ook een middenklasse tussen die over een bescheiden vermogen zit in de vorm van een stenen huis, waar je met erfbelasting problemen mee kan krijgen als je de liquiditeit op tafel moet leggen. En dat is inderdaad een probleem. Dus hoe wil u dat dan concreet maken? Oh, dat, die overdracht van vermogen. Dat mis ik in het verhaal. Ja, hoe je de vermogensbelasting in Nederland zou kunnen inkleden als je het Piketty-systeem erop loslaat. En wat draag je dan concreet over aan de mensen die het niet zo goed hebben? Ja, nou goed, in ieder geval kun je dan zorgen dat het onderwijs eens een keer volledig wordt bekostigd en dat de zorg wordt bekostigd. Zo, nu hebben we toch enorme volumeproblemen. Maar als je voor een kwartje geboren wordt, als je voor een dubbeltje geboren wordt, word je nooit een kwartje. Dat is natuurlijk de attitude bij veel mensen. Iemand in de pijp heeft daar een dissertatie over geschreven, was zelf uit de arbeidersklasse. En die heeft het ontzettend moeilijk gehad, omdat zijn familie niet accepteerde dat hij doorstudeerde. Ja. Hoe los je dat aspect van de sociale kloof op? Dat is in de 50, 60 jaren. Ik heb mogen studeren, terwijl in mijn kring dat niet gebruikelijk was. En mijn vader zou het liefst hebben gewild dat ik gewoon aan het werk ging. Maar mijn zus en mijn moeder vonden dat het onzin was. Die jongen kon meer. En dat is een klimaat, een kwestie van sociaal-cultureel klimaat. In de jaren 50 was dat er. En het is nu voor een deel weer verdwenen. Ja, Jan, bedankt voor je fraaie verhaal. Heel inspirerend. Maar ik eindigde eigenlijk met een gevoel van hoop. Want je had het woord ideologie ook op die sheet staan. En Piketty heeft het dan natuurlijk over ideologie, belang van die ideologie. Je zegt zelf,
dat er weer meer belang moet worden gehecht aan sociale waarden. En toen dacht ik van eigenlijk zou die tekst, die gedachten van Piketty en van anderen, die zouden ook wel een reflectie kunnen zijn van wat er al in de samenleving aan de gang is. Ja. Dat er meer. En tegelijkertijd zeg je net in antwoord op de vraag van die meneer daar. Daar boor je mijn hoop weer helemaal de grond in. Want je zegt, ja, Biden wordt president, niks aan te doen. Er gaat toch niks veranderen. Ja. Hoe denk je dat het zich dat de komende 5 jaar of zo gaat ontwikkelen? Worden we wat socialer met z'n allen? Nee, Ewa, ik vind dat politiek heel belangrijk is. En ik vind dat politici moeten toch een consistent en positief verhaal gaan neerzetten. Dat is weg. En dat is dus nogmaals het verhaal van de narratief en het verdwijnen van de grote verhalen. Als dat niet wordt aangereikt door de... Wat er dus gebeurde met die drie partijen gisteren was gewoon een incidenteel iets van kijk eens, wij kunnen best een vuist maken. Maar er moet een goed verhaal onder liggen waardoor generaties worden geïnspireerd. Dat is denk ik wat voor een voorlopig... Zie ik ook partijpolitiek, ik ben nog steeds, ik zal ook wel een stem op een partij uitbrengen, maar altijd met een hele hoop tegenzin, omdat ik denk, jongens, er is nog geen behoorlijk samenhangend verhaal over de maatschappij en de normen, waarden en de middelenverdeling. We kijken heel erg veel op dit moment naar de VS en we kijken heel erg veel naar wat hier gebeurt. Ja. Maar ik geloof dat het narratief steeds vaker en steeds indringender wordt gedaan door meneer Xi Jinping uit China. En ik vraag me af in hoeverre we dat doorhebben en hoeverre we dat staatskapitalisme kunnen... Ik weet niet of Xi Jinping Piketty leest. Nee, dat denk ik niet. Die leest ook Mao niet meer. Dat is wel interessant, die Milanovic die legt dus die twee soorten kapitalisme naast elkaar. En die zegt, nou, de zwakte van in ieder geval dat Chinese kapitalisme is gewoon dat valt om op het moment dat de groei wegvalt. Dus wat er nu gebeurt met het coronavirus is buitengewoon riskant voor meneer Xi Jinping. Dat is één ding. En aan de andere kant speelt de corruptie een grote rol. De Chinezen hebben twee dingen in hun denkwereld. Dat is, de economie is een vogel, die zit in een kooi. Maar zorg nou dat je die kooi zo groot mogelijk maakt. Dat is ongeveer een beeld van de economie. En het andere beeld is van, omdat de top heeft niets met wetten te maken. Er zijn wel wetten in China, maar de top is degene die de vrijheden heeft om de wetten zo te hanteren als ze willen. Dan is er inherent corruptie in dat systeem. En daar vindt een enorme strijd plaats in, om de corruptie aan te pakken in China. En een Chinees gezegde is van, de corruptie is een rivier die in zijn bedding moet worden gehouden. Dus dat zijn twee dingen die iets zeggen over het kapitalistisch systeem, of het politiek kapitalisme van China en misschien straks van Bolsonaro en van Modi en zo, in India en Brazilië. Dit is een heel interessant boek van die Milanovic, want die zegt, hoe zit dat? Die Chinezen hebben helemaal niet de neiging om hun systeem te verkopen. Ze zijn gewoon bezig met infrastructuur te verkopen, maar niet hun politieke systeem. Maar er ligt een risico op de loer dat mensen in ons democratisch kapitalistisch systeem, ons meritocratisch systeem, toch een keer zeggen, nou laat dat gelul maar met die democratie. We kiezen voor het andere systeem met groei en dergelijke. Dat zie je dus bijvoorbeeld in delen van Europa al, hè, aan de oostkant. Daar wordt voor autoritaire systemen gekozen. Dus gaan we nou het ene kapitalisme voor het andere inwisselen? Dat is de vraag van Milanovic die hij stelt. Hij vreest dat risico en zelf geeft hij als idee voor de toekomst, we moeten toch naar een soort van volkskapitalisme toe. Kapitalisme is onvermijdelijk. Dit is het systeem. Markten werken. Daar is ook geen econoom tegen markten. Maar we moeten zorgen dat daar die verdeling humaan blijft. En dat is nu absoluut niet het geval met die megavermogens van die rijke figuren. Ho, ho, ho.
Nu eerst aan deze kant. Het moet via de microfoon, want anders verstaat het thuisfront. In, ja. Ja. Dank u wel. Dank voor de inspiratie. Ik denk dat de enige plek waarop daadwerkelijk het tegenwicht tegen het klassieke economisch denken kan worden geboden, de politieke arena is. En het is eigenlijk ook heel gek dat de politici zo matig en zwak staan tegenover die soort van economische wetmatigheden waar we de hele tijd maar mee overdonderd worden. Ik heb nog wel één vraag. Het valt me op dat je vanavond Rutger Bregman niet hebt genoemd. Dat is natuurlijk ons een beetje onze Nederlandse Piketty op het moment aan het worden. Nou, was een voorstander van het basisinkomen natuurlijk. Hè? Rutger Bregman met zijn boek, wat ging over de meeste mensen deugen. Hè? Is een soort ook voor normaalverdeling. Hè? We hadden het net over. De meeste mensen deugen en onze systemen gaan heel erg uit van homo homini lupus. De een is de ander in wolf. Kijk hoe een belastingdienst de laatste tijd heeft geopereerd. Daar zit een moraal van niks natuurlijk. Hè? Ik heb zelf meegemaakt als wethouder van sociale zaken hoe het ministerie van sociale zaken in de jaren 90, hoe daar de sfeer omsloeg en hoe het wantrouwen naar de uitkeringsgerechtigden toesloeg. En hoe die dus criminogeen werden gemaakt. Dat is wat er gebeurd is. Het is diep en diep triest. Maar goed, wat was je vraag ook alweer? Nou ja, nu hebben we het toch over Rutger Bregman. Ik bedoel, hij is natuurlijk wel iemand die ook hier en daar al gepleit heeft om toch wat belasting te gaan heffen. En met name vermogensbelasting bij de mensen met heel veel geld. Ja. Over die basisinkomen. Ik heb in de jaren 80 hetzelfde idee gehad als Bregman. En ik heb ook in congressen voor de PvdA wel eens gepleit voor het basisinkomen. Kregen we 1/3 mee van het grote PvdA-congres. Ik kreeg allemaal schouderklopjes van, gaat lekker door jongen, maar ze dachten van, het is weer voorbij. Maar Piketty zelf ziet het basisinkomen niet zitten, omdat hij denkt dat het de structuur van de arbeidsverhoudingen te veel zal aantasten en omdat de financierbaarheid toch problematisch is. Dus hij is daar geen voorstander van. Nou ja, hij is wel voorstander van het basisinkomen, maar dan als eenmalige dotatie. Ja, een basisvermogen. Dan, ja. Maar met alle risico's van dien dat het over de balk wordt gesmeten. Ja, alsof dat nu niet gebeurt in andere hoeken van de economie, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, dus maar of je dat nou maandelijks zou uitkeren of dat je dat in één keer doet, ja. Nou ja, mensen met weinig capaciteiten zullen er niet goed mee overweg kunnen. Terwijl als je maandelijks een bedrag geeft. Overigens, die jonge Schimmelpenning is ook wel leuk. Die heeft het ook over basisinkomen en die zegt van, je moet oppassen op het moment dat de mensen in Miami ook voor basisinkomen zijn. Want dan zien ze je alleen nog maar als consument die in ieder geval een besteedbaar inkomen heeft. Dat vond ik wel verrassend. Zo had ik er nog nooit tegenaan gekeken. Want ik ben jarenlang een voorstander geweest van een basisinkomen. En je had echt een bijna religieuze secte die daarachter stond. Dat was ongelooflijk. Je had een directeur van de sociale dienst Leeuwarden, Jan de Boer. Zulke lange haren had hij. Die kwam nooit meer op kantoor van de sociale dienst in Leeuwarden. Die ging het hele land rond als apostel van het basisinkomen. Dat is allemaal gebeurd. Er is een rapport geweest van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in de jaren 80-90, waarin het basisinkomen macro-economisch financierbaar werd verklaard. Dat werd neergelegd bij de regering en die heeft het onmiddellijk in de la gedaan. Want het strookt niet met onze arbeidsethos. Bid en werk. Dat is het probleem met het basisinkomen. Ik weet niet, ik heb zelf het gevoel dat dat narratief, dat lijkt me wel wat, maar ik ben bang dat het Europese narratief zo ontzettend verzuurd is, dat dat ook zijn weerslag heeft op de, zeg maar, op de nationale narratieven. Ja. Het is alleen maar zuurigheid in Europa. Oost-Europa is verpest, en politieke systemen zijn verpest. Griekenland is een ramp, de vluchtelingen zijn een ramp. Alles is een ramp, dat is absoluut waar. Maar alles is een ramp in Europees verband, want we doen er Europees niks aan. En als we wat doen, dan geven we landbouwsubsidies aan de verkeerde mensen. Nou, die meneer Varoufakis bijvoorbeeld, en die heeft trouwens samen met Piketty een 3 jaar terug in Berlijn een manifest. En die gingen voor de Europese verkiezingen. Dat is DiEM 25 geworden. Dat is een programma van een pan-Europese. Er zijn twee pan-Europese partijen. Dat is DiEM 25 van Varoufakis en Piketty.
Ze hebben geen zetel gehaald. Daar hoor je niks over. Gelukkig maar. Maar Volt, hebben we hier in huis gehad trouwens ook. Volt is een pan-Europese beweging. Heeft in Nederland geen zetels gehad. Maar er zit één vertegenwoordiger van Volt in het Europarlement. Een Duitser. Die heeft zich aangesloten bij de Groenen, omdat je in je eentje helemaal niks kan. Maar het pan-Europese verhaal is heel dun. Maar het ligt er wel. Maar het hangt dus heel sterk samen met hoe de Unie nu in elkaar steekt. Dat is Piketty's verhaal. Die structuur klopt niet. En het is alleen monetair. Dus we zullen daar weg moeten. Ik zie dat eerlijk gezegd zelf ook niet zitten met die Unie zoals die nu is. Maar ik denk wel dat die nodig is. Maar hij moet sociaal zijn en parlementair zijn. Dat is het hele probleem. Jan, ik heb een vraag mede naar aanleiding van de vraag die meneer achterin ook stelde. De operationalisering hè, van die zes maatregelen of ja. Van die zes voorstellen die hij doet. De eerste vraag, vind je het nou een fundamentele zwakte in het boek dat die voorstellen toch een bepaalde mate van abstractie hebben? En eigenlijk in beperkte mate doordacht. Dat is zeg maar één vraag aan je. En de volgende vraag die erop volgt, dat is Piketty, die zegt dan, als hij daar kritiek op krijgt, ja, dat moeten andere mensen moeten ook maar met voorstellen komen. En daar moet uiteindelijk dan maar een programma uitkomen. Mijn vraag is, gaat dat lukken op deze manier en hoe lang gaat men daarover doen? Ja. Nou, kijk, ik las een kritiek in de Volkskrant van zaterdag, geloof ik. Een columnpje van iemand die helemaal niks had gelezen, maar wel daar een mening spreidde. Dat is typisch columnwerk. En dat ging echt op van ja, maar hij kan beter tweets de wereld insturen dan boeken van 1200 bladzijden. Maar je mag een wetenschapper toch niet kwalijk nemen dat hij feiten op een rij zet. Dat heeft die man gedaan. En het zal moeten worden vertaald en door anderen. Ik denk dat dat gewoon moet gebeuren. Ik ben dus heel benieuwd. Ik heb zelf trouwens, dat is wel leuk, dat weet jij trouwens ook wel. Ik heb mijn verhaal over Piketty al 3 maanden terug gestuurd naar Socialisme en Democratie. Dat is een blad van de Wiardi Beckman Stichting van de Partij van de Arbeid. Ik zei, hier heb je een interessant verhaal. Gewoon in 20 bladzijden. Het was een lang verhaal. Dus dat was te lang. Dus ik kreeg terug weer het halveren. En kun je het ook een beetje toespitsen op wat je zelf vindt. Dat heb ik gedaan. Dus dat ligt nu bij Socialisme en Democratie. Vandaag is over vergaderd in de redactie. Een stuk van 10 bladzijden. Waarin ik gewoon ook wat persoonlijke ervaringen heb verwerkt over de WSW die ik naar de kloten heb zien gaan in dit land. En meer dingen. En daar wordt nu vandaag over vergaderd of ik dat stuk wil omwerken tot een iets meer programmatisch verhaal. Dan denk ik, kunnen jullie zelf verdomme niet nadenken? Dat was mijn eerste reactie. Maar er zijn hier mensen die me hebben geholpen en zeiden, joh, ga er toch maar op in. Dus als ik nou een uitnodiging krijg morgen over de mail van Socialisme en Democratie, dan ga ik, dan ga ik nadenken, en dat heb ik natuurlijk al lang gedaan, maar nadenken over het uitgangspunt. Ik vond een Partij van de Arbeid programma uit 1947 op mijn bureau. Ik ben voorzitter van de PvdA in Haarlem geweest, dus ik heb wel wat oude rotzooi liggen. Ik vond een programmaatje uit 1947 van 5 cent, het kostte 5 cent. En daar staat maatschappijkritiek in, over kapitalisme. Ik dacht, dat zou ik goddomme wel weer willen zien. Dus als ik een stuk schrijf voor socialisme, als me daar alsnog toe uitnodigen. Ik vrees dat ze gewoon me hebben bezig gehouden. Maar mijn oude zak, ik heb tijd genoeg, dus dat is niet zo belangrijk. Dan ga ik toch beginnen met dat programma uit 1947. Toen hadden ze wel allerlei ideeën over de inrichting van de economie. Dan moest een publiek-rechtelijk bedrijfsorganisatie toestand komen. Zo. Dat is allemaal mislukt en niks geworden. Planeconomie bijna, zou je kunnen zeggen. Maar er staat een stuk in over het kapitalisme wat Piketty opnieuw beschrijft in andere termen. Als ik dat stukje schrijf, dan wordt dat dan begin ik daarmee. Gewoon. En dat hebben we gewoon weer nodig. Keihard verhaal over, we moeten toch het geld halen waar het nu te veel zit. De laatste vraag?
Ja, nou hoop ik dat de laatste vraag niet is, omdat het valt veel te discussiëren. We moeten niet vergeten dat vandaag de CBS had weer verklaard dat de verschillen in Nederland groter zijn geworden. En wat is het probleem met dat, met die vermogende mannen of vrouwen die wonen ergens in de ether? Het wordt gevaarlijk. Ja. Veel mensen hebben te veel aan weinig mensen of veel mensen te weinig. Dat is een grote bedreiging. Ja. Dus daardoor denk ik dat we moeten een andere narratief gebruiken. We zijn gewoon onmachtig geworden. We zijn gewoon afhankelijk van de televisie, van de internet, van alles. We zijn niet onafhankelijk. De narratief is niet ons narratief, het is het narratief van iemand anders. Dus en je noemde iets zomaar even tussendoor, de coöperaties. Dat ja, misschien is een alternatief ja. voor de komende ja. tijd. Ja. Omdat ik zie dat burgers, mensen gewoon van, bijvoorbeeld in de Rosenpriel, ik wist het verhaal niet van dat wijk. Ik weet dat ze hebben gevochten om even te bestaan. En nu gaan mensen daar eten. Ik ga bijvoorbeeld iedere vrijdag eten. En dan kom ik een man die een anarchist was in 68. Zo. Heel interessant. Dus die mensen komen weer bij elkaar. Maar door de televisie, door de media, door de internet, ja. worden we uit elkaar gedreven. En de Poolse socioloog had gezegd, alle problemen van nu worden toegeschreven aan onszelf. We konden niet uit, omdat we hebben geen goede baan, geen goede opleiding. Dat is een systeem die werd perfect. We zijn allemaal in de ellende beland. Maar dat narratief van coöperatie is misschien... De grap is dat die Wilkinson en Pickett die ik noemde, die de coöperatie aanbevelen, die wereldwijd beschrijven hoe tussen landen die ongelijkheid doorwerkt tot aan obesitas toe, zeg maar. Hè. De coöperatie kan een... heb je geen regering bij nodig. Daar heb je geen nieuwe wetten voor nodig. Die vorm bestaat al. Hè, dus daar kunnen gewoon mensen aan beginnen. Als je zo'n bedrijf start of ombouwt tot een coöperatie, dan heb je in ieder geval met elkaar zeggenschap over het salaris van de CEO. En die verdient nu 300 keer wat een medewerker verdient. Hè. Ook al is die nog zo progressief, meneer Polman verdient 300 keer wat de gemiddelde werknemer verdient. Elon Musk 30.000 keer zoveel. Dus Amerika is nog ietsje schever dan Nederland. Maar als je met elkaar in een coöperatie zit, kun je in ieder geval het met elkaar ook hebben over het loon van de hoogste baas. En dat is dus de democratie in die vorm. En die in de andere bedrijven niet zit, waardoor gewoon de algemene ongelijkheid in de hele maatschappij gewoon enorm is. Zullen we het hierbij laten voor vanavond? Ja, oké. Okay. Tot op het debat. Graag over 14 dagen hier dus met die 5 gerenommeerde gasten. Hè? Jan, zouden we nog één vraag mogen stellen?